Deze hokken, nou je kan het geen hokken meer noemen, verblijven, maar dat is nog een net woord. Daar gaan we de honden uithalen. De hokken achterin zijn betaald door Dog Race Agrees. Deze honden gaan een goed verblijf krijgen, zodat we hier de boel op kunnen gaan knappen. Ze hebben geen fatsoenlijke deuren, kijk, er zitten gewoon pallets voor. Dus het is lastig om erin te komen, lastig om eruit te gaan. Schoonmaken lukt gewoon niet goed. En de allereerste die eruit mag, dat is Zacharias. Zacharias zit hier en die steekt zijn kopje door dat gaas heen. Nou moet je kijken, pennen, je kan iedere dag kwijt weghalen. Hij wil er gewoon uit, hij verdient een betere plek. Waar we lekker met hem kunnen knuffelen. Waar we niet door een houten deurtje moeten gaan om hem te bezoeken. Waar hij gewoon veilig is, waar hij niet uitkomt. Want ja, dit beweegt natuurlijk, hier komt hij een keer, komt hij gewoon eruit. Hij is sterk, daar komt hij alweer, let maar op. Hij, Zacharias? En dan steekt hij zijn kop hier doorheen. Doet hij nu natuurlijk net niet. Kom maar. Kan dat? Hij wil er gewoon uit. Hij wil gewoon contact hebben met mensen. Zo'n geweldig lief hond. Hè? Zacharias. Betere plek krijgen. Hè? Gaan we regelen voor je jongen. Met een dakje. Dat je droog ligt. Want dak heeft hij nu dus ook niet. En bescherming tegen de zon. Want vandaag schijnt de zon ook nog. Hè? Dan moeten we de schaduw hebben. Ja. Nou, komt goed. Dus hard aan het werk hier. Deze buitenkennels zijn nu allemaal leeg. Dus het afbreken kan gaan beginnen. Yes, de nieuwe kooien zijn in gebruik. Dit is Jack. Kostas met zijn vriendinnetje, waar ik de naam niet van weet. En hier hebben we Zacharias. Nou.